De regeringsonderhandelingen in ons land zijn nu officieel de langste ooit in Europa. Vandaag zijn we dag 208 na de laatste verkiezingen. Zo lang duurde in 1977 de formatie in Nederland toen de christendemocraat Dries van Acht uiteindelijk premier werd van een coalitie met de liberalen van Hans Wiegel. Juliana was toen nog koningin in Nederland. Dat was dus het record tot vandaag.